Mm-hmm. En dat wij... En de aarde is plat, of niet? Dat niet? Dat sowieso, inderdaad. Ja, ja ik denk dat de aarde een beetje zo is. Dat die inderdaad rond is en plat. En dan is dit Antarctica. Dat is een ring van ijs wat onder de aarde heen zit. En dan zit er een harde koepel overheen. Ja. Je maakt nu een grap, toch? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, dus dat moet ik je even laten bezinken. Maar 5 jaar geleden heb ik een weddenschap uitgeloofd. En mm-hmm. toen heb ik, of 10.000 euro uitgeloofd. Aan eigenlijk iedereen die mij kon bewijzen dat we op een draaiende bal leven. En niemand heeft dat tot dusver nog kunnen doen. Dus die 10.000 euro, die heb ik nog. Ja, maar wie... En als jij mij dat kan bewijzen, dan krijg jij 10.000 euro. Maar het werkt toch net zo goed andersom? Jij kan mij ook niet vertellen dat de aarde plat is. Nou, ik kan het je wel vertellen, maar je moet het geloven. Ja, maar geloven, dat is iets anders dan realiteit. Oké, okay, bijzonder. Dit hadden we nog niet besproken.